achteraf betalen. Het kan al lang bij internet aankopen en binnenkort wordt het ook mogelijk in veel fysieke winkels. Nadeel van achteraf betalen is dat met name kwetsbare groepen hun betalingen vaak niet kunnen nakomen en zo in de schulden raken. D66 Nijmegen wil voorkomen dat bijvoorbeeld jongeren op deze manier in de problemen komen. Ze willen dat fysieke winkels achteraf betalen niet invoeren. Volgens de autoriteit Financiële Markten is er in 2023 600.000 keer uitgesteld betaald door minderjarigen, terwijl je daar volgens de wet minimaal 18 voor moet zijn. Uit datzelfde onderzoek blijkt dat consumenten onder de 35 jaar het vaakst te laat betalen. En wat zou je ervan vinden als het ook hier in de winkelstraat zou kunnen? Eigenlijk denk ik juist niet goed, want dan ga ik echt meteen alles halen. Het is makkelijk als je geen geld hebt natuurlijk. Misschien niet zo handig voor mensen die dus geen geld hebben. Het is fijn. Het is natuurlijk ook wel een beetje tricky. Ik denk niet goed. Want mensen kopen dan vaak dingen die ze achteraf toch niet betalen kunnen. Ik vind dat echt een heel slecht idee. En met name voor jongeren. Want we zien nu al dat jongeren hele grote schulden maken als ze online achteraf betalen. Want zij overzien gewoon helemaal niet hoe grote gevolgen daarvan kunnen zijn. Achteraf betalen in webshops wordt al jaren gedaan. De Nijmeegse Henny van Straten zou dat ook wel willen aanbieden in zijn fysieke interieurzaak. In de winkel maak ik geen gebruik van achteraf betalen. Dat heeft te maken met het feit dat mijn kassa dat nog niet aan kan. Maar het is wel een mogelijkheid waar ik zeker serieus over zou denken. Ik bedoel, waarom zou ik wel betalen per PIN of per creditcard toestaan en niet andere vormen straks? Winkelen zonder betalen klinkt aantrekkelijk, maar de schulden kunnen zich hoog opstapelen. Dat ziet ook schuldmaatje Jan-Louis Reiniersen. Die jongen hebben natuurlijk heel veel impuls aankopen en dat is heel makkelijk om te betalen. Van volgende week krijg ik zakgeld of krijg ik mijn loon, dus dat kan ik wel betalen. Maar dat kan zich natuurlijk gewoon opstapelen. Kijk, als je volwassene bent en je hebt goed zicht op wat zijn die consequenties, ja, dan is het je eigen verantwoordelijkheid. Maar bij deze jongeren weten we dat ze helemaal niet goed zicht hebben op wat nou die consequenties zijn. Dus hen zou ik aanraden om het überhaupt niet te doen.